Ja, het is een, voor mij altijd weer bijzonder om hier op de Neude te zijn, omdat mijn grootvader dit gebouw heeft ontworpen. Voor mij, mijn beleving samen met mijn oma. Als ik hier zo zit en ik kijk naar het gebouw, dan zie ik vooral de creativiteit van mijn beide grootouders. De functionaliteit van het werk van mijn grootvader binnen de Amsterdamse school. Maar ook de kunstzinnigheid van mijn grootmoeder. En beide aspecten komen enorm terug in het totaalgebouw. Dus ik ben best wel trots dat het er staat. Ik zou het fantastisch vinden als het een goede nieuwe bestemming kan krijgen. Ja, het gebouw staat al een aantal jaren leeg. En ik vind dat heel zonde, omdat het gebouw heeft altijd een publieke functie gehad natuurlijk als postkantoor. Het is gebouwd voor de Utrechtenaars en ik zou het erg fijn vinden als dat weer een publieke functie terugkrijgt. En het gebouw verdient dat ook. Het gebouw is een van de producten van de Amsterdamse school en is ook opgezet voor en zelfs gedeeltelijk door de Utrechtse bevolking. In die zin zie ik het als als eigendom van de Utrechtse bevolking. En ja, ik zou het fantastisch vinden als het die functie verder kan blijven hebben. En ja, mogelijk dat een nieuwe bestemming als bibliotheek en cultureel centrum daar volledig aan kan voldoen. Dat zou wel mijn wens zijn.